Spekgladde wegen deze ochtend door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft daarom tot vanmiddag 12 uur code geel afgegeven. Gisteren waren er veel problemen op de weg door de sneeuwval. Er gebeurden ongelukken en mensen reden een stuk langzamer, wat tot een recordaantal files leidde. Op het hoogtepunt stond er bijna 3000 kilometer file.